Hi, hier is Paul weer. Welkom bij de Geldboom Show. Ook deze week toch weer een geldboom. Ik ga verder met de geldboom van Bouw en Vermogen. Misschien een bekende naam, misschien kennen jullie hem. Hij heeft ook een YouTube kanaal. Je kan hem ook volgen en je kan bij hem abonneren. Ik zal er zo heel iets meer over vertellen. Hij wilde ook graag meedoen met de Geldboom Show. Nou, iedereen is welkom en van hem kunnen we ook weer dingen leren, dingen bekijken. Dus dat ga ik doen in deze video. Hij wilde niet met voor- of achternaam genoemd worden. Vandaar gewoon Bouw en Vermogen. 35 jaar inmiddels en hij wil allerlei cashflow stromen opbouwen. Meer dan alleen maar dividend. Dat ga ik zo meteen ook laten zien. Zijn aandelenportfolio heeft een waarde van ruim 22.000 euro. Er komt bijna 600 euro aan dividend uitvallen. Een positie in zijn portfolio en die hij vroeg of ik die wilde bespreken met Fastcrafts is Nike. Dus dat ga ik doen. Met Nike is al een hele tijd heel wat aan de hand. Die koers gaat alleen maar omlaag en omlaag. Hoe kan dat? Hoe ziet dat er nu uit? Wat is de waardering? Hoe zien de dividenden eruit van Nike? Ik ga het bespreken in deze video. Verder een positie in Starbucks en British American Tobacco. Maar laten we eens kijken naar wat Bouw en Vermogen mij heeft gemaild. Zijn aanpakdoel. En dit is dus wat hij zelf zegt. Vooral de focus op het opbouwen van een passief inkomen en verschillende soorten cashflows. Zodat ik bijvoorbeeld op mijn 50ste eventueel al wat dagen minder kan gaan werken zonder financiële impact. Nou, dat is natuurlijk financiële vrijheid. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk verschillende cashflows op te bouwen. Waaronder via crowdfunding, crypto, opties, dividendaandelen, etc. In mijn aandelenportfolio, die gaan we zo meteen bekijken, zie je dus voornamelijk ook dividendaandelen terug. En een paar ETF's. Dividendaandelen blijf ik bijkopen, voornamelijk dividendgroei. En ik verkoop daarnaast put- en call-opties om zo premies op te strijken. Die premies, dat is ook weer cashflow. Dit optie cashpotje wil ik de komende tijd uit gaan breiden, zodat ik ook opties kan gaan verkopen op de wat duurdere kwalitatieve aandelen. Bijvoorbeeld, en dit zijn tickersymbolen, afkortingen voor Ahold, NN Group, Unilever en ASR. Omdat het natuurlijk minder erg is als je die aandelen toegewezen krijgt in het geval een optie wordt uitgeoefend. Dit hele onderste gedeelte, dat klopt allemaal. Ik ben nog geen optie-expert, dus als je meer wil weten over opties, dan mag je naar zijn kanaal gaan, dan mag je daar abonneren. Dan vertelt hij hoe hij dat allemaal doet met opties. Als je dat interessant vindt, kijk vooral naar zijn kanaal en sowieso deelt hij zijn investeringsreis ook helemaal. Dus daar kun je naar kijken. Zijn YouTube-kanaal heet gewoon Bouw en Vermogen. Heel erg simpel. Maar ik wil het hebben over zijn aandelenportfolio. Daar ben ik wat meer comfortabel mee. Daar weet ik iets meer van, zonder dat ik een financieel expert ben natuurlijk. Hij heeft zijn linkje gestuurd. Dit is zijn portfolio op GetQuinn. Ook Bouw en Vermogen heet hij daar. 22.000 euro aan portfolio waarde. Ruim 22.000 euro. Positieve total returns. En hij heeft heel veel posities in zijn portfolio. Ik wil zo ook iets zeggen over spreiding. De grootste positie is de Vanguard All World ETF. Daarnaast een positie in Starbucks. Starbucks is natuurlijk ook heel veel mee aan de hand. Een beetje net zoals Nike. Dat aandeel gaat ook flink naar beneden. Komende dinsdag komen de cijfertjes van Starbucks. Ik denk dat heel veel mensen daar ontzettend benieuwd naar zijn. Ik tenminste wel. Dan gaan we zien of het weer beter gaat met Starbucks. Of dat de ellende misschien nog wel een tijdje gaat aanhouden. Het kan allebei. Daarna een positie in Unum Group, in Salesforce en in Meta Platforms. Dat moeten sterke dividendgroeiers zijn, lijkt mij. Nike, die ga ik straks bespreken. Google, Alphabet, Alibaba, die zijn ook begonnen met dividend uitkeren vanuit China. SoFi, geen dividendaandeel. De Vanguard dividend ETF, de VHIL, een hele bekende voor dividendinvesteerders. Agree Realty, vastgoed, een van mijn persoonlijke favorieten. T. Rowe Price en Financial. Realty Income, heel vaak besproken, ook vastgoed. De Monthly Dividend Company. CVS Health. Allstate, NN Group, hoog dividend, hoge dividendgroei, een van mijn favorieten. Shopify, geen dividendaandeel, wel meer een groeiaandeel. US Bancorp, TransCanada Energy. Deer van de tractors en de agrarische dingen. IBM, 3M. 3M stond behoorlijk in het nieuws afgelopen vrijdag volgens mij. Ja, want toen ging het aandeel ongelooflijk omhoog op de earnings van dat bedrijf. 22% in de plus. Volgens mij een van de grootste stijgingen. Misschien wel de grootste dagelijkse stijging ooit voor 3M. British American Tobacco. Hoog dividend yield. Als je snelle cashflows wil hebben, is tabak misschien een goed idee. PubMatic. Hormel Foods. Een dividend king. Ares Capital. Een BDC heeft hij dus ook. Hij heeft echt van alles. Intel. Trinity Capital. Dat is ook een BDC. AG&C. Dat is dan weer een M-REIT, een Mortgage REIT, Microsoft, een hele sterke groeier natuurlijk, ExxonMobil, Medical Properties Trust, vastgoed, dat gaat helemaal niet goed, maar hoog risico, misschien ook hoge reward als ze zich gaan herstellen, Arbor Realty Trust, ook hoog dividend,
Dan deze. Aries, Leggen & Platt. Heel veel zit in zijn portfolio. Leggen & Platt heeft zijn dividend verlaagd. Dat zullen jullie weten als jullie mij al langer volgen. Uiteindelijk wil je bedrijven hebben die stabiele earnings hebben, die dividend uitkeren en elk jaar verhogen. Af en toe gaat een bedrijf minder goed en dan kan dat dividend ook omlaag gaan. Vandaar dat het ook belangrijk is om een gespreid portfolio te hebben. Bij Leggen & Platt ging het dividend na 52 jaar flink naar beneden. Nou, dat kan gebeuren. Altria, ook tabak, hoog dividend rendement, hoog dividend yield. Dan hebben we de Vanguard of de Van Eck Dividend Leaders ETF, de hele bekende TDIF, die zie ik bij heel veel Nederlandse investeerders natuurlijk. Walgreens, ook dividend verlaagd. NIU Technologies, nog een heel klein beetje Tesla. En dat is het eigenlijk. Heel veel posities in zijn portfolio. Dat kan ik hierboven ergens zien. 46 posities. Ik vind dat zelf heel veel. Uiteindelijk moet je altijd zelf bepalen hoeveel posities je wil hebben. Sommige mensen vinden 10 aandelen genoeg. Andere mensen 20 of 30. Sommige mensen 50. Andere mensen hebben meer dan 100 posities en voelen zich daar helemaal prettig bij. Je moet het altijd zelf weten. Het is altijd persoonlijk. Je hebt wel een soort studie daarover ooit een keer gedaan. En dan zie je hieronder het aantal aandelen, number of stocks. En hoe meer aandelen je hebt, hoe minder portfolio risico je hebt, zoals dat heet. Maar je kan ook zien dat vanaf ongeveer 20 aandelen, dat elk extra aandeel wat je daarna koopt, dat dat eigenlijk maar heel weinig doet met de risicobeperking voor je portfolio. Vandaar dat ik zelf een beetje aan het denken ben aan 20 aandelen in totaal. Misschien 30, niet heel veel meer. Dat is naar mijn idee niet per se nodig. Zeker niet als je ook nog een ETF als onderdeel van je portfolio hebt. Dus dat vond ik leuk om te zien. Een keer leuk om te delen. Dat gaat over spreiding. Want heel vaak hoor je natuurlijk spreiding, meer spreiding, nog meer spreiding, nog een ETF. Maar hoeveel heeft die spreiding dan eigenlijk nog nut over tijd als je nog meer dingen toevoegt? Daar kan je ook misschien anders over nadenken. Dat wou ik meegeven. Verder, als we gaan kijken naar zijn dividendinkomen, dan ziet dat er ook leuk uit. Daar kunnen we helemaal naar beneden. Over tijd. Hij is begonnen in 2020 kennelijk. Nou, dan groeit dat mooi over tijd. Gatquin is ook bezig om de dividenden voor 2025 te projecteren. Daar zijn ze nog mee bezig. Dat wordt langzaam uitgerold. Daar kun je ook zien wat je voor volgend jaar mag verwachten aan dividendinkomen vanuit je portfolio. En hij heeft heel veel posities natuurlijk. Het leuke daaraan is dat je continu dividend krijgt. Dat kun je hier zien. Allerlei bedrijven, continu dividenduitkeringen. En hij heeft dat heel mooi verdeeld over de maanden zelf. Dat zie ik niet heel vaak. Bij mij is het enorm schommelend. De ene maand is heel veel meer dan de andere maand. Ik weet niet of hij dit expres heeft gedaan, maar het is best wel mooi gespreid over alle maanden heen. Dat ziet er heel leuk uit. Dat wilde ik ook laten zien. En verder wilde ik, en dat vroeg hij ook, of ik Nike wilde bespreken. Een van de grotere posities in zijn portfolio. Ook al zijn alle posities is ongeveer even groot. Hij heeft niet echt één hele grote positie. Zal hij ook ongetwijfeld bewust doen. Maar als ik ga kijken naar Nike, dan valt natuurlijk als eerste altijd dit op. En dit is waar mensen altijd het meeste naar kijken. Wat doet de koers? Hoe doet de koers het? Dat is eigenlijk of een aandeel goed is of niet goed is. In het begin ging het helemaal omhoog. Over de afgelopen 5 jaar kijk ik nu. Van 2020 tot 2022 ging Nike fantastisch omhoog. De koers van het aandeel ging fantastisch omhoog. Dan is iedereen een fan van. Dan is Nike een fantastisch aandeel. Dan wil iedereen het kopen. Maar de fundamentals zijn uiteindelijk leidend. Price is what you pay and value is what you get. Zoals Warren Buffett altijd zegt. Met Nike ging het daarna een stuk minder en dan kan het ontzettend hard naar beneden gaan. Als we gaan kijken hoe het is gelopen vanaf de top in 2022 ongeveer tot nu, dan is er bijna 60% af van de koers. Dat zijn eigenlijk ongelofelijke statistieken. Ik denk altijd, of toen ik net begon met investeren, dan denk je hele grote bedrijven zoals Nike en Apple en noem ze maar op, die hele bekende jongens. Die kunnen nooit met 70% of 60% of 50% zakken. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Maar het gebeurt continu. In de afgelopen 3 jaar dat ik aan het investeren ben, zie ik het bij allerlei bedrijven gebeuren. Bij Nike, maar ook bedrijven zoals Nvidia. In 2022 stond Nvidia, waar nu iedereen fan van is, 65% in het rood. Nou, ga dan maar vasthouden. En dan is het dus heel moeilijk. Dan denk ik dat het ook te beseffen is dat het moeilijk is om een lange horizon te hebben, om echt overtuiging te hebben in het aandeel. Je moet door volatiliteit heen. Elk aandeel gaat wel eens 20, 30, 40% omlaag. En heb jij dan het vertrouwen, de overtuiging om het vast te houden, ook in die tijden? Als ik ga kijken naar Nike en naar de performance van de afgelopen 20 jaar. De afgelopen 5 jaar waren dus best wel dramatisch. Dat kunnen we hier wel zien. Qua koers, als je alleen gaat focussen op de koers. Maar als we gaan kijken over de afgelopen 20 jaar, dan zien we hier Nike. Dan zie je een compound growth van 12% over de afgelopen 20 jaar. Inclusief dus die 5 matige jaren die we net achter de rug hebben gehad. Dat is meer dan de S&P 500. Nog steeds beter rendement. Je kan ook zien dat de dividend compound growth rate 15% is over de afgelopen 20 jaar. Je kan hier ook de dividendgroei zien over de afgelopen
afgelopen jaren continu dividendverhogingen van rond de 10%, meer dan 10%. Een hele sterke dividendgroeier is Nike de afgelopen jaren geweest. Dat kan ik ook zien aan de statistiekjes. Dividend yield op dit moment, dat de koers zo ontzettend naar beneden is gekomen. Meer dan 2%, dat is heel lang niet voorgekomen bij Nike. 10-year CAGR, bijna 12%. 12% dividendgroei per jaar ongeveer. En ze groeien ongeveer 20 jaar hun dividend. Dat zijn allemaal prachtige statistieken. Maar is Nike nu dan een mooie koop? Hoe zit dat allemaal? Hoe kan dat aandeel zo ontzettend naar beneden knallen? Je kunt hier zien dat de earnings per share, dit is dus Nike, de winst per aandeel, dat is die oranje lijn, tot en met, nou laten we zeggen, 2017, prachtig zijn gaan groeien over tijd. Heel stabiel, en daar hou ik altijd van. Van die stabiele bedrijven die altijd netjes hun earnings groeien, waar een mooie curve in zit of een mooie lijn de lucht in. Dan kunnen ze jou groeiend dividend uitkeren. Dat is die witte lijn. Maar we kunnen zien dat in 2020 Nike heel slecht heeft gepresteerd. Dat komt natuurlijk ook door corona, dus dat kun je ze niet echt kwalijk nemen. Daarna wel weer een heel mooi herstel. Toen ging de koers ook ontzettend hard omhoog. Dat gaan we zo meteen zien. Maar nu zijn ze eigenlijk een beetje aan het kwakkelen. Het gaat een beetje op en neer. Nike kwam laatst ook met earnings, met kwartaalcijfers. En hebben ze eigenlijk de guidance voor het komende jaar weer omlaag gedaan. En hoe minder je kan verwachten naar de toekomst toe, hoe meer volatiliteit er is, hoe meer onzekerheid, hoe lager de prijs meestal gaat worden, hoe lager de waardering gaat worden. Als we gaan kijken naar de prijs, naar de koers van het aandeel, en daar kijken natuurlijk heel veel mensen naar, dan zien we dat Nike echt geweldige koersgroei heeft laten zien. Tot en met hier ongeveer, tot en met eind, of halverwege, tot en met eind, want eerst komt de maand, dit is 5 november 2021, naar $177, dat was ongeveer de top. Maar je kan ook zien dat er een waardering bij staat van bijna 50 keer de winst, 48 keer de winst betaalt hij op dit moment. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dat komt, toen had Nike een fantastisch jaar. En wat ook een beetje gebeurt in de markt vaak. Als een aandeel een heel goed jaar heeft, dan gaan we net doen alsof dat voor altijd zo is. Alsof de interest rates voor altijd nul zijn. Alsof er voor altijd stimulus checks zijn, zoals in dat moment de bedoeling was. Dan gaat die waardering ongelooflijk omhoog. Dan is Nike een quality stock. Dan maakt de prijs niet meer uit en dan wil iedereen het hebben. Maar op een gegeven moment komen we weer terug op aarde. Dat is bijna altijd zo. En je weet eigenlijk, als je dit ziet, dat Nike ongelooflijk overgewaardeerd stond. En price is what you pay en value is what you get. Uiteindelijk gaat de koers van het aandeel, de fundamentals volgen, zeg maar, de value van dat bedrijf. En als, als dat een beetje uitblijft, als dat steeds minder en minder wordt, dan gaat de koers vanzelf naar beneden. Nou, dat hebben we gezien. En hij gaat nog steeds verder naar beneden, omdat de verwachtingen van Nike zelf ook steeds minder worden. Voor de komende periode. Nu betaal je nog maar 18 keer, 19 keer de waardering, 19 keer de winst voor een aandeel van Nike. Dan heb je dus een enorme multiple contraction, zoals dat heet. Je betaalt altijd een meervoud van de winst. Hier betaalde je 48 keer de winst ongeveer. Nu betaal je nog maar 19 keer de winst. Ja, dan gaat dat ontzettend hard naar beneden. Dan kan dat gebeuren. Dat een aandeel 50-60% naar beneden gaat. Is Nike nu een mooie koop? Nou ja, dat moet je voor jezelf altijd bepalen. Het is altijd lastig om de toekomst in te schatten. Als jij denkt dat Nike over langere termijn gewoon weer steady gaat presteren, gewoon weer ongeveer gaat doen zoals de analisten verwachten vanaf 2026 en 2027, dan zou dit misschien een mooi moment kunnen zijn om Nike bij te kopen. Het is wel altijd de vraag. Ik weet nog dat analisten en ook Nike zelf al een betere rebound verwachten in 2025. Dat valt weer tegen. Nou, misschien valt het jaar daarna weer tegen. Dat zou kunnen. Dan kan het aandeel nog verder omlaag gaan. Dat is altijd het lastige met investeren. Heb jij vertrouwen in de toekomst? Heb jij vertrouwen in Nike? Dan wordt het steeds interessanter op dit soort momenten. Dat wil ik meegeven. Verder is Nike wel een ontzettend veilig, stabiel aandeel. En daarmee bedoel ik de balance sheet mee. Ze hebben een hele sterke kredietwaardigheid. Ze hebben geen problemen met schulden. Ze hebben een hele sterke balance sheet. Ze zitten heel goed in de free cashflow. Dat kun je ook hier zien. Van free cashflow betalen bedrijven altijd hun bedrijf. Kunnen ze het dividend blijven uitkeren? Het antwoord is ja, denk ik. 50% payout ratio ongeveer. Het dividend lijkt nog steeds heel veilig, ondanks tegenvallende cijfers. Ik zou me daar geen zorgen om maken bij Nike om de dividendveiligheid, ook al heb ik ook geen glazen bol. Ze zullen dat dividend ongetwijfeld blijven groeien, maar of ze dat kunnen blijven doen met 10% per jaar, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker als de earnings achterblijven. De prestaties achterblijven. Dus dat was eigenlijk Nike. En dit is ook eigenlijk wat Warren Buffett altijd zegt. Price is what you pay. Value is what you get. Focus je niet altijd op de koersen. Die zeggen lang niet alles. Een aandeel wat alleen maar omhoog gaat, kan een beetje losgeslagen worden van de realiteit. Van de value van wat het bedrijf onderliggend biedt. Uiteindelijk is de value leidend. Focus je daarop. Ga niet te veel betalen. Ga niet te veel risico nemen. Probeer te kopen op mooie waarderingen. Dat is wat ik ook steeds meer probeer te doen. En wat we nu ook
meer kunnen doen bij Nike. Verder kunnen jullie bouw en vermogen altijd volgen. Dan ga je naar Getquin, dan vul je hier zijn naam in. Bouw en vermogen is het. Kan je hem volgen, kan je zijn portfolio zien. Je kan hem ook volgen op YouTube. Verder mogen jullie altijd nog meedoen aan Geldboom Show. Dan mag je een mailtje sturen naar levendividend@gmail.com. Je moet een Getquin accountje hebben. Dat kun je aanmaken via de link in de beschrijving van iedere video. Dan help je mijn kanaal. Als je een account hebt aangemaakt, moet je hierop drukken, op dit dingetje. Dan krijg je jouw persoonlijke linkje. Als je die meestuurt in een mailtje naar levendividend@gmail.com. Je vertelt wat over jezelf, over je doelen, over je aanpak, over wat je maar wilt vertellen. Dan kan ik ook over jou een geldboomshow maken. Vandaag hebben we geleerd van bouw en vermogen. Wil je meer weten over opties of andere dingen dan dividend investeren, kan je naar zijn kanaal gaan. Nike is besproken. Dankjewel voor het meedoen, bouw en vermogen. Ik wens je veel succes, ook met je YouTube kanaal. Bedankt voor het meedoen, nog een fijn weekend en tot dinsdag. Dan ben ik er weer met DCA Dinsdag. Doeg!